Als ik aan kerst denk, dan denk ik aan eten. Eigenlijk niet alleen als het kerst is trouwens, maar dat even terzijde. En het eten is natuurlijk super belangrijk, maar de opmaak is natuurlijk eigenlijk net zo belangrijk. Dus daarom heb ik vandaag voor jullie een hele leuke tip. Namelijk, hoe je servet op deze manier vouwt, waardoor je een mooi zakje hebt waar je bestek in kan schuiven. Superleuk, het is een servet zo gevouwen dat je je bestek erin kwijt kan. En dat is een stuk makkelijker dan dat het lijkt. Dus kijk eventjes mee, dan doe ik het eventjes voor. Kijk, ik heb hier gewoon een normaal servet. Niks bijzonders mee. En ik begin door de linkerbovenhoek te pakken. Het eerste velletje van de vier. En die beweeg ik, die vouw ik. Naar de rechteronderhoek. Hier zo. En pak ik het tweede velletje. Doe ik hetzelfde mee, maar iets minder ver. Dus ik doe hem ongeveer hier. Derde, nou doe je weer hetzelfde mee. Vouw hem naar de rechteronderhoek, maar niet helemaal. Oké, als je dat hebt gedaan, dan ga je ze in elkaar vouwen. Hoe doe je dat nou? Dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Deze hoek doe ik hieronder. Zo. En deze hoek, die doe ik onder deze vouw. Als je dat klaar hebt, ze zijn allemaal netjes in elkaar gevouwen. Dan draai je het servet om. Dan maak ik een hele kleine vouw aan de ene kant. Dan draai ik hem de andere kant om. Doe ik hetzelfde. Alleen hier doe ik hem helemaal tot de andere kant. Of doe hem eigenlijk ja, tot een halve centimeter ervoor. Daar kom je altijd goed uit. Nou, wat je dan doet, om het, je wilt natuurlijk voor zorgen dat hij niet uit elkaar valt. Dus je pakt deze hoek en die haak je hieronder. Dan draai je hem om. En daar zijn ze dan. De drie gleufjes waar je bestek in kan doen. En kijk eens aan, nou heb je een prachtig pakketje. Hartstikke leuk voor de dinertafel met kerst. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet hem dan niet te delen met iedereen die je kent. Laat ook een leuke reactie achter, geef een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig!